As you can see, promo is er. Ja man, we gaan nu gelijk verder naar Rotterdam, zijn aan de late kant. As you can see, promo is er. Gonna hit the deck. Helemaal laat, maar ja, we zijn er toch nog eventjes, je weet toch. Ik ben Phonix, waarom is in de jury toch? Weet ze? We zijn er. Winnen. En het leuke is, er is iemand aangeschoven in de studio. En dat is een special guest. Pak er heel even een microfoon bij. Want niemand minder. Yes. Niemand minder. Waarom is in de house Rotterdam? Juist! Ik ben er. Je bent er. Ik ben te laat, maar ik ben er. Dat geeft niks, want jij hebt het meegenomen. Klopt. Als aanvulling op de prijs, de winnaar, mag bij jou? Een sessie komen opnemen bij Barons Online. Barons, je hebt ook meegeluisterd voor ja, je Ja, ik heb meegeluisterd, ja. Ja, dat wordt een moeilijke goeie keuze. Goeie rappers, ja. Nou, gelukkig is er maar één iemand die die keuze mag maken. En, ja, dat is ons hoofdjurylid. Moet ik gelijk zeggen wie je hebt gewonnen? Wat gaan we doen? Gaan we eerst de nummer 3 bekendmaken? Dat is misschien wel het meest eerlijke. De nummer 3, degene die als eerste afvalt van dit seizoen van Phonix Talent de finale. Wie is het geworden? Met heel veel pijn in mijn hart. Want hij was mijn favoriet vanaf het eerste moment. Je weet toch? Maar net vandaag in de finale miste ik hetgene wat ik het mooiste aan hem vond. Zeg maar. Maar DP. DP. Oké, een applaus voor DP. Ik voelde het zelf een beetje goed aankomen. Nee. Ja. Maar ik ben bij al die juryoverleggen geweest en ik weet dat Adje heel diep onder de indruk van is. Nee, maar ik heb wat ik zeg, hij is nog steeds mijn favoriet. En misschien daarom ook dat ik dit doe. Omdat ik wil hem zien shinen, ik wil hun alle drie wil ik zien shinen. Dan is de winnaar. De winnaar is my main man, Shane. We hebben een winnaar. Sam Chatham is de winnaar van dit seizoen. En we gaan nog veel van je horen, want je gaat gedraaid worden op Phonix. Airplay op Phonix, dat is wat je belooft. En dat ga je ook krijgen in overleg met natuurlijk de muziekredactie. Want we willen wel dat die single ook echt past. Maar ik vermoed dat dat wel goed gaat komen. Ik wil ook Snelle bedanken. Het was een hele toffe finale track. Ook heel veel complimenten naar jou. En precies zoals Adje zegt, we vermoeden dat we jullie allemaal nog heel vaak terug gaan zien. Alleen Sam Chatham het eerste en het meeste. Vertel het nog heel snel, want je hebt een half minuut. Ja, maar ik wil snel iedereen bedanken, maar sowieso Ben, Riza sowieso, Adje sowieso. Waarom zijn jullie alsnog gekomen vandaag, lof. En alle gastjurys die aanwezig zijn geweest, lof voor jullie. Jullie gaan me nog meemaken dit jaar, man. Het is geheerlijk. Sam Chatham! Chef Stempel erop. Hij is een goeie. Hij is keihard. Ik ben blij dat ik er weer mag zijn. Ik ben Rissa Talent Phonix live in de Barons vlog. Je ziet dat deze man heeft ook veel voor de game gedaan. En doet nog steeds veel voor de game. Achter de schermen. Check die shit. Rissa Talent. Talentenshow was weer dik. Je hebt het gehoord. En terug naar Barons. Ja man, check de vlog. We gaan zo even kijken wie er allemaal is. Eventjes, je hebt gezien. De winnaar krijgt ook nog een spitsessie op Barons Online. Voor Sam Chatham, maar deze man gaan we ook zijn contactgegevens nemen, want hij is ook hard van Tsunami Underground. Dus die man ging hard, hij ging dik, je weet toch. Maar ja, die man is derde geworden. Hij is nog jong, dus kansen komen er wel, die man komt er wel. Stay tuned, ouwe. Ja, daar hebben we nummer 2 van de Phonix Talent. Ja man, binnenkort te zien het Barons Online, follow die man. Ga rocken man. Met MC Snelle op Instagram. MC Snelle, ja man, ga je followen. Laters. Ai, ja mensen, we hadden het toch gehaald. Promo in de vlog. We gaan nu weer onderweg naar Amsterdam. Het was leuk. De winnaar is Sam Chatham geworden. Die krijgt een workshop sessie bij Atje. Plus nog een sessie bij Barons Online. Dus blijf die shit volgen. Stay tuned. Barons.